Hey, welkom terug. Fijn dat je er weer bent. Ben benieuwd hoe het is gegaan als verdieping op je focusopdracht met betrekking tot de vier strategieën. He? Voelt goed voor mij, is goed, is niet goed voor, is goed voor de ander, is goed voor het grote geheel. Strategie 1. Strategie 2. Voelt niet goed voor mij, het is wel goed voor mij. Het is goed voor de ander, goed voor de omgeving. Strategie 2, er zit een leerfactor in. Strategie 3, voelt goed voor mij, is niet goed voor mij, is niet goed voor de ander, niet goed voor het grote geheel. Strategie 3. Strategie 4, het voelt niet goed voor mij, het is niet goed voor mij, het is niet goed voor de ander, niet goed voor het grote geheel. En als je dan kijkt naar je focus, waar liggen dan precies de ankerpunten waar je nog een stapje extra zou kunnen doen? En dat is leuk om dat te ontdekken, omdat ja, je brein die functioneert ook zo. Hè? Die gaat focus leggen op dingen die belangrijk voor je zijn. Maar als jij voor jezelf die focus niet bepaald hebt, je hebt geen doelen, je hebt geen vragen, ja, dan overkomt het leven je. En dan, a man without a plan ain't a man. Hè? Het is een beetje de filosofie van Winston Churchill. Oké, we gaan vandaag kijken naar je vraagstelling. Want het waren drie dingen die je emotie bepalen. Focus, frequente vraagstelling en fysiologie, je houding. Focus hebben we gehad, dus nu gaan we naar frequente vraagstelling. Heel veel mensen die zich niet goed voelen of minder vitaal voelen of die niet op hun bezieling zitten, die gebruiken twijfelen negatief taalgebruik. En dat twijfelen negatief taalgebruik, daar beïnvloedt hun denken, daarmee ook hun gedragingen, daarmee hun handelen en beïnvloedt ook hun gevoel. Door jezelf te leren positief krachtige vragen te stellen, die je empoweren, die je oplossingen geven in plaats van problemen, die je nieuw perspectief geven, daardoor kan de bezieling en de vitaliteit en de bruis in je leven heel makkelijk terugkomen. Ja, en in Nederland zijn ze daar niet zo goed in. Ja, dus als wij kijken naar het aantal woorden dat wij kennen, wij gebruiken maar 1000 woorden per dag en meestal zijn het allemaal dezelfde woorden. Vandaar dat als je vraagt, hoe gaat het met je? De mensen zeggen, goed, gaat wel, slecht, ik heb het druk. Maar juist het variëren in niveaus van taal, daardoor kun je emotie extra expressie geven. En dat geldt natuurlijk ook bij je cliënten zo. Dus altijd doorvragen, wat is de emotie achter de emotie? En welke overtuiging zit eronder? En hoe wordt dat ondersteund? En dient het die persoon of moet er iets anders voor in de plaats komen? Zoals krachtemotie. En wat moeten we dan doen om dat te doen? Welke overtuiging hebben we dan nodig? Frequente vraagstelling heeft dus een grote power op enerzijds je effectiviteit van communicatie, op je manier van denken, maar ook op je verbinding met mensen om je heen. Als je nou goede frequente vragen stelt, die krachtig zijn, dan voldoet dat aan de volgende kenmerken. Ze zijn open van vorm. Wie, wat, wanneer, welke, waar, hoe vragen. Van die vragen is ook de hoe-vraag de meest mooie vraag, omdat die ontwikkeling biedt. En waarom is vaak de meest slechte vraag, omdat het een teruggaat naar het verleden. En als je in een probleem zit, dan ga je dus dieper het probleem in. Vandaar dat we in de maatschappij mensen ook heel veel moeite hebben gehad om uit die recessie te komen. Want men stelde 90% van de tijd negatieve vragen, stak 90% van de tijd in het analyseren van het probleem. Maar het draait natuurlijk om de oplossing, hoe kun je eruit komen? Dus wat men zich afvroeg is van waar wordt de recessie door veroorzaakt? En wie is daar verantwoordelijk voor? En wat hebben die precies gedaan waardoor het fout is gegaan? En wat hangt ons allemaal nog meer boven het hoofd? En hoe gaan we ze aanpakken? En uiteindelijk kwamen we, en hoe zorgen we dat nooit meer gebeurt? Maar beter kunnen vragen, wat is de situatie? Neutrale vraag. Wie hebben aan deze situatie meegewerkt? Wat is daar goed gegaan en wat is daar niet goed gegaan? Hoe kunnen we deze situatie oplossen? Wie hebben daar de beste competenties voor? Wat is de snelste manier om daar te komen? Hoe geeft het ons allemaal het meeste plezier? Betere vragen, betere uitkomst. Dus het stuurt je gedachten. Nou is hetgeen wat ik jullie ga leren, is dat leer jezelf zowel in communicatie, in gesprekken, leer beter luisteren naar iemand en minder te praten, maar meer luisteren. En meer vragen stellen, meer anticiperen op datgene wat een ander zegt. Met positief krachtige vragen. Vragen die je bekrachtigen, die je empoweren. Die de situatie empoweren, die je gevoel empowert. Waar je sterker van wordt. En om dat te trainen doen we het volgende. Ik ga je vragen om vanaf nu, elke morgen,
een aantal positieve vragen jezelf te stellen. Je mag ze zelf definiëren. Ik zal wel een aantal voorbeelden geven. Maar definieer je eigen bekrachtiging in de ochtendvragen. In het midden van de dag plan je dan een rustmoment in om even te kijken of je antwoord hebt gekregen op die vragen. Of het de goede kant op gaat en of het goed gaat met je energieniveau. In de avond reflecteer je de dag met positief bekrachtigende vragen. Voorbeelden van ochtendvragen zouden kunnen zijn: wat gaat de dag mij vandaag brengen? Wat zijn de 3 meest belangrijke dingen voor mij vandaag waar ik als eerste mijn aandacht aan moet geven? Hoe blijf ik gefocust op mijn werk? Hoe ga ik geïnspireerd plezier beleven? Wie ga ik vandaag benaderen waar ik meer energie van krijg en een betere samenwerking? Goeie vragen voor een goede uitkomst. In de middag kun je daar dan op reflecteren. In de avond kan je zeggen: wat heeft de dag mij gebracht aan goede dingen? Welke dingen gaan nog niet helemaal tip-top? Ik zeg niet slecht, maar gaan nog niet helemaal tip-top. En wat kan ik morgen doen om mezelf nog meer te verbeteren? Hoe ga ik plezier krijgen tijdens het proces? Wie kan ik daarvoor modelleren of benaderen? Je ziet, hele positieve vragen met positieve antwoorden. Het wil niet zeggen dat we de negatieve kant helemaal elimineren. We willen zeggen dat we in het managen van onze emotie bewustzijn hebben voor de negatieve actiesignalen. Daar nog steeds met het 6-stappenplan van emotionele volwassenheid het analyseren. Daar nog steeds kijken hoe we het, welke bekrachtigende emotie we ervoor in de plaats willen neerzetten. Welke overtuiging dat kan ondersteunen. Het blijft allemaal gelden. Maar nu gaan we ook kijken hoe we in de ochtend en de avond zeg maar vragen kunnen stellen om onszelf te leren positief oplossingsgericht naar een bepaald doel toe te sturen. En je zal merken dat je enorm veel vrijheid gaat opleveren op het moment dat je dat doet. Ja? Dus dat is de opdracht. Zet ze in, noteer ze op papier, zet ze in je trainingslogboek, in je reader neer. En laat ons ook even weten wat je vragen zijn geworden. En noteer uiteindelijk ook, wat doet dat met je? Ochtend-avond vragen stellen. Wat doe je? Wat is het effect daarvan op jou en je omgeving? Wat merk je? En dan kun je dat weer gebruiken in therapie of in relatie tot het helpen van andere mensen en cliënten om je heen. Oké? Dat is de opdracht. Veel plezier met de opdracht. Tot de volgende module. In de volgende module gaan we het hebben over je fysiologie. Doen we even een korte oefening ook om je te laten ervaren wat het verschil is tussen kracht en niet-kracht. En ik ga je vragen om die 3 dingen, dus focus, frequente vraagstelling en je houding, gewoon een week lang te trainen, actief te trainen en het ook systematisch door te zetten. Maar in ieder geval minimaal een week met kracht en focus erop in te zetten. Want je moet namelijk kunnen ervaren wat het met je emoties doet. Alright? Dat is dus de opdracht. Ga ik je veel plezier wensen. Groetjes van Wout Plevier. Tot de volgende opdracht. See you.